Minister Lilian Verniers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren aangegeven dat het Early Childhood Development project weer opgestart zou worden. In het kader hiervan heeft het ministerie vanmorgen een bekendmaking gelanceerd dat driejarigen tot het schooljaar 2018-2019 toegelaten zullen worden. De registratie zal online geschieden en start vandaag 21 september en eindigt morgen 22 september rond middernacht. Volgens de bewindsvrouwen zullen de kinderen die zijn geregistreerd gescreend worden door het bureau Vroege Schoolse Educatie van het ministerie aan de Kommerwijnenstraat. Het is dus een beetje anders dan in het verleden, omdat wij werken met één, voor Suriname ook getoetst screening. Die dus door de deskundigen van het ministerie ook geïnterpreteerd gaat worden. We hebben in 2015 al een aantal school HKL'ers getraind. Die gaan ook ingezet worden bij dit screeningproces. En er zijn 1, 2, 3 psychologen die dat beoordelen en dan zeggen van dit kind is ready. Nogmaals, in het vervolg daarvan willen we ook van de 4 en de 5, misschien van de 6-jarigen, zeker voor het binnenland, die screening afnemen, omdat het je een indruk geeft van op welk niveau functioneerde het kind bij de start van het onderwijs. En waar moeten we extra aandacht aan besteden. En dus dat is de bedoeling van de screening. Het is geen psychologische test. De bewindsvrouwen zegt verder dat de screening belangrijk is om vast te stellen als 1 of 2 vaardigheden van de kinderen iets minder zijn en er daar meer aandacht aan besteed moet worden. 2 belangrijke zaken waarmee ouders van 3-jarigen rekening moeten houden is dat de kinderen zindelijk moeten zijn en zij de peuterschool moeten hebben bezocht. Ja, dat is niet om mensen uit te sluiten, maar kinderen moeten al die ervaring hebben gehad met andere kinderen, weg van mama en papa en nani en zo. Hè? Dus ook al is het kind flink, maar heeft het geen peuterschool bezocht, dan gaan we het kind niet toelaten. Dus. Maar ook kan je een uitslag krijgen van, hier zijn nog te veel vaardigheden niet voldoende ontwikkeld, dus het kind gaat niet mee kunnen. Die kinderen, ook al zijn ze 3, misschien zelfs ook al zijn ze 4, ze moeten instromen, maar daar moet extra aandacht aan besteed worden. Dus kinderen die de screening om welke reden dan ook niet halen, die zullen verder psychologisch onderzocht worden. En kijken van moeten ze naar het speciaal onderwijs of moeten ze binnen de school extra gestimuleerd worden, zodat ze door kunnen gaan. Lilian Verniers, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren over de registratie van 3-jarigen die tot het schooljaar 2018-2019 toegelaten zullen worden na de screening. De registratie is online en begint vandaag en eindigt morgenavond.